De leerlingen van het Blindencentrum hebben vandaag deelgenomen aan een muziekworkshop Diversiteit in Slagwerk, georganiseerd door Stichting Wisranand Dring, een organisatie gewijd aan het smeden van banden tussen gemeenschappen. Tijdens de workshop waren de tradities van de djembe, de gamelan, de kawina-drums, de sambura, de dolk en de gong en nog vele andere culturele instrumenten tot uiting komen, moeten de leerlingen zich niet alleen terugvinden in de klanken, maar ook een verbinding kunnen maken met de muziekstijl. Anil Kunshbihari, voorzitter van Stichting Waukasi, zegt dat mensen met een visuele beperking reeds een stempel hebben gedrukt in de Surinaamse samenleving als het gaat om muziek. Hij is van mening dat het talent dat er nu is binnen de doelgroep verder ontwikkeld moet worden. De Waukasi-voorzitter wijst er verder op dat de stichting eerder ook een muziekkoor gekend heeft. Echter moeten er gunstigere randvoorwaarden gecreëerd worden voor de doelgroep. Een van de punten die toen gemaakt heeft dat het koor verder niet kon gaan, was het transportgedeelte. Als we dus willen dat deze kinderen zich gaan ontwikkelen in de muziek, zullen we deze soort van randvoorwaarden moeten gaan scheppen. Want het heeft geen zin dat je vandaag begint en morgen weer moet gaan stoppen. Daarom zeg ik ook aan de organisatie, laten we misschien na deze workshop gaan evalueren van hoe is het geweest en hoe zouden we dit project verder kunnen gaan voortzetten. Niet iedereen kan secretaris worden, niet iedereen kan een dokter worden. Muziek, daar kan mensen ook een baan van maken, tot een baan maken. Laten we samen dat gaan kijken. Ik vind het een... Stichting Wisranand heeft deze workshop al georganiseerd voor leerlingen van de basisscholen. Deze keer werd gekozen voor de leerlingen van het Blindencentrum omdat inclusie niet alleen een woord is voor hen, maar een belofte die gekoesterd wordt in alles wat de stichting doet. Projectleider Chantal Paal liet weten dat de stichting voornamelijk bezig is met jongeren omdat zij de leiders van de toekomst zijn. Wij brengen u een fragment waarbij Paal bezig is met de leerlingen. Het doel van deze workshop is tweeledig en richt zich zowel op educatieve als sociaal-emotionele aspecten. Na afloop van de workshop kregen de leerlingen van het Blindencentrum een certificaat.